Als het goed is, is het nou droog. Hoop ik eigenlijk. Ik kan super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sampad, zoals iedereen weet. Het is net precies 10 uur. Ik ben net wakker. Met douche erbij, dus half was ik wakker. Half 10. Zoiets. En nu weer lekker wakker worden. En dan klaarmaken om te gaan werken. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even lekker bakkie pleur zetten. En ik heb Ganya al eten gegeven. En dat is al in ieder geval gebeurd. Dan ga ik nu even lekker in ieder geval, wat ik al zei, bakje pleur zetten. Mijn telefoon ging af. En dus ga ik zo meteen kijken wat dat is. Maar wat ik ook nog een dag ga doen is lekker schoenen aan de trekken. En dingen achter de computer doen, zoals editen wat er moet gebeuren. Dat ga ik als eerste doen. Wat heb ik? Pokens ben oud door die hit hier zo. Niet normaal. Oh, wat ben ik blij om nu thuis te zijn. Kan ik lekker bij de ventilator zitten. En ik was nog steeds bezig om video's van Toos op te zoeken. Maar het duurt af en toe. Ik heb ze nog niet allemaal gevonden, maar daar ga ik even lekker nu nog op gemak even naar kijken. En ja, ik vond het wel leuk om alle beelden waar Toos in zit in één video van te maken. En dan gaan jullie binnenkort wel zien wanneer die online komt. Misschien gooi ik op YouTube, misschien niet. Misschien gooi ik gewoon naar mensen die leuk vinden om te hebben. In ieder geval, ik ga in ieder geval voor mezelf sowieso wel bewaren. Maar of ik online gooi, ga ik over nadenken. Het is bijna 6 uur. Dat betekent back to now. Het is nu 6 uur. Het is tijd voor back to now. Ik ga nu lekker naar luisteren, maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even mijn lekker eten opwarmen. Dus dan ga ik erop pakken, even deze bordje erbij. En dan ga ik lekker eten opwarmen en dan back to now luisteren. Oh, wat heb ik daar zin in. Kijken of het weer lukt, met één hand. Ja hoor, één hand. Met moeite, dat wel. Maar het gaat goed. En ik was lekker aan het werk, bij mijn werk. Ja, oké, dat is logisch. En kwam er een klant naar me toe. En ik zie ze zeggen zo. Ik zie af en toe je vlogs te kijken, maar wat doe jij het leuk. Ik wil hierbij ook zeggen, dankjewel voor de compliment. Ik zei tegen de... toen ik daar was, zei ik ook al dankjewel. Toen ze dat de klant tegen me zei. Het is echt super tof om te horen. Geef ze power en doorzettingsvermogen. Dus, maar dan ga ik even kijken hoe lang die in de oven moet. 180. Wat? Waarom vergeet ik dat elke keer om dat te doen? Zo, klaar. En dan ga ik daar lekker back to now luisteren. Daar heb ik ongelooflijk veel zin in. En zet ik deze radio aan, ga ik gewoon back to now luisteren. En wachten tot mijn eten klaar is. En dan lekker YouTube lekker back to now luisteren. En met eten erbij. Lekker! Ik heb echt zo hard staan dat ik niet even net de gaten had. dat mijn eten klaar is. Zo erg als ik met die muziek bezig van Rush van Ever. Echt typisch ik. En ik ben zo slim geweest, dit doe ik meestal nooit. Ik heb ineens gewoon een bord erin gedaan. Terwijl ik eigenlijk die dingen in de gooi. Oh, ben ik weer slim. Wat ben ik weer slim. Super lekker solo en ik denk dat hij het aan lekker handig voor mij. Zal ik dat nooit doen en ineens heb ik dat gedaan. Oké, wauw. Horror of the story. En dat heet natuurlijk logisch. Ik krijg een buienradarmelding dat het gaat regenen, dus ik ben benieuwd. Ga ik gelijk. Ja, het begint al te niezen, zie ik al. Ik zie het nu al. Dus ik doe de zonnescherm weer omhoog. Ja, ik wil eigenlijk raam opengooien gewoon. Maar de regen weer naar binnen. Oh, ik ga daarna als de bui afgelopen is, gooi ik er een lekker raam open.
En ik zie allemaal iets daar staan bij het oude gemeentehuis. Ik weet niet wat het is, en kan je ook hem even gluren. Zo. En doe ik dadelijk andersom scherm naar de rolgordijn beneden, want ik zit even lekker R2 te luisteren. Vandaar. Zo, even lekker zonder scherm omhoog hoor. Dat is wel een heerlijk wat er is. Zo. Oh, raar eigenlijk. Vandaag 30 graden. En ineens komt het bui en onweer. Dus, maar dan ga ik als gelukt filmen. Ik wou dat één keer al doen. Zo, die is omhoog. En het is lekker weer, gaat lekker regenen. Baba. Als het goed is het nou droog. Hoop ik eigenlijk. Ik kan inderdaad dadelijk even buiten kijken. Ja, het is droog. Wat ik nu ga doen is lekker raam openzetten. Kan hier cool worden, want nu is het 29 graden zelfs hier in huis. Dit moet niet gekker worden. Ja. Dus dan op deze omhoog. Dan ga ik even voelen. Oh. Wow, het bliksem nog steeds gewoon. Maar nou ga ik even mijn ruitenbalen kijken, want ik dacht dat het droog zou zijn. Toch gooi ik deze. Hoppaté. Nou, het zal wel. Oh, het is wel even lekker koel. Cool. Oh, het is wel even lekker. Maar zo stoppen met regenen, gaf hij aan. Het is nog steeds op bliksem. En wat is een bepaalde momenten hard geknal. Want daar verderop, als die kant op in ieder geval, is er al riet in een brand gegaan. En dan vermoed ik dan eigenlijk door de bliksem. Jullie hoorden ook gedonder gewoon. Dat zou denk ik al lang blijven. Maar dan ben ik ook wel benieuwd hoe lang het dan gaat regenen. Bij je alarm. Nee, je gaat nog dadelijk hier weer hosten. Maar de ergste hebben we gehad in ieder geval. Je hebt al heel erg snel geklapt. Maar kijk, mijn moeder appte net nu ook net. Dat was het berichtje die ik net binnenkreeg. Er was inderdaad een klap. Toen zeg maar nu bij je hengelen gouden weg. Ja, is. Dat er 14 minuten lopen is, want dat heb ik net op zitten zoeken. Dat er 14 kilometer hier vandaan is. Die klap, want dat is wat ik al zei, dat is die kant op. De Hengelense weg. Dat is daar namelijk ergens. Als ik goed heb. Dus naar. Maar ja, de ergste hebben we gehad. Dat is het belangrijkste. Maar er komt nog een beetje bij je aan, dus valt er nog mee. Maar. Zo, wat een flits. Daar zo. De knijters. En ik zit lekker YouTube te kijken net in mijn zo. Ik dacht, weet je, ik ga even camera gaan pakken. Maar, ja. Je hebt mensen, ik ben me benieuwd naar. Je hebt mensen die niet tegen onweer kunnen. Die gaat echt letterlijk onder de dekens duiken. Ik dat dan niet. En vooral niet met regen. Ik kan er zo heerlijk van slapen. Vooral bij me, toen ik nog bij mijn vader woonde. Toen kwam heb ik toen schuindak natuurlijk. Voor mensen die het niet weten, ik had toen schuindak, klapte ramen en toen hoorde gewoon regen op de ramen vallen. Of met sneeuw was het ook wel trouwens mooi om te zien. Dus, maar ja, dat was het. Ik hoop dat het nou op been valt. Ik heb een lekker raam openstaan, ik hoop dat het me helpt. Zou lekker zijn. Ik ga nu maar lekker klaarmaken om lekker een bedje in te gaan. Ik doe deze al dicht. Maar ik laat de ramen open, want er kan er nog even lekker lucht hier in huis. Ik laat alsnog de ventilator aan staan. En dat was eerst 29 graden, nu is 28,5 graden. Oh, dat is al beter hoor. Om even lekker raamje open te gooien. En dan ga ik ook nog lekker, nu lekker mijn bed in. Morgen weer een dag. Morgen. En ik heb nu lekker weekend. Heerlijk is dat. Maar het is nog steeds warm.
Ik koot dat snel mogelijk afkoelt hier in mijn huis. Dat het lekker meer cool is hier ook. En we gaan het morgen zien. Ik laat jullie morgen weten in ieder geval. Ik ga nu lekker een bedje opzoeken. Want ik ben kapot. Ik zat lekker YouTube te kijken en ik voelde mijn ogen helemaal dichtvallen. Dus ik ga nu lekker slapen. Nogmaals, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in Groen Heel Vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik ben nou trouwens ook benieuwd. Ik weet niet of jullie dat allemaal ook hebben gehoord van Voetbal Inside. Wat er allemaal aan de hand is. Er is heel veel dingen worden besproken. En ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden.